hebben daar wel weer moeten mee naar de vierde lopen. Toen mogen we dat nog niet. Ja. Ik heb nog een stuk rustig. Ik denk ook, ik heb die op 10 meter. Ja, dat is niet goed. Kan heel erg. Ja, dan lopen we naar. Ja. Oh, dat is toch weer. Die rakje wel hier. Zo, maar wel. Ik heb dat met jou aan de mogen ja. Ik kan meestal ook mee. Ik doe nooit lange lijnen. Anders nog eruit. Altijd. Ja, dat is lang, maar meestal onder. Oplopen. Ja, die pak was mij in de lange lijn, dus een beetje lastig wordt. Dan kan ze terugslaan, dan moet de lijn weer in. Daarom heb je de lijn gekocht. En helpt dat dan? Zeg. Nee, nou, moet toch voor dan moet je toch wat anders verzinnen. Nee, je reageert er goed. Gewoon door. Laat ik komen dan. Hoe blij is deze shirt op? Ja, weinig gekwaad. Het was hetzelfde beeld, hè? Ja. Nou, ik zal u 27 geven dat je door kan. Ja, alle voorwerpen, alle hoeken, maar ook gewoon. Ja, maar hij wil daar ook. Uit beest. Oh, met die ruggen dat wel. Maar dat is niet wat we willen zeggen. Ik zeg, ja, luister, dat het geen 100 punt is, daar kun je me echt wel, dat weet ik ook wel. Dat wel, maar dat is niet wat we willen. Ik zal je 70 punten geven, dan kun je door. Ik zeg, een paar honderd. Ik zeg, hij is hoog, dat weet ik. Maar je hebt geen hoek gemist, geen voorhoek hebt gemist. Ja, dat kan ik niet dan, dat is niet de hond zuur. Had ik er ook al verwacht. Dat dan niet straks. Ja, ik denk van ja, kom op jongens, een nieuwe wereld. Uiteraard moet hij me daarvoor pakken. En 85 is terecht geweest. Ik zal je 70 geven, denk ik van mooi. Dan ga ik het trap. We hebben het al lang hoor, van vandaag. Hé Peter. Ja, heb jij dat? Dus nou kan de dag niet meer stuk. Nee, nou ja. Ik had wel vaak gedacht, ik was bij mijn 91, ik was nog in de ZG. Maar dus, zo moet je hem ook beoordelen, vind ik. De intensiviteit, of dat hij in ieder geval overtuigend is wat hij doet. Ja, uiteraard moet je hem pakken op hoge neus. Niks meer als normaal. En de versnelling naar die tweede hoek ook, je moet je hem gewoon oppakken. Dat moet er nooit. Ja, ik krijg me die hond niet voor meer. Want ik zeg als de, hier die mei helemaal kaal is, zet hem maar erop. Of akker, of wat dan ook, of zo'n veld. Ja, als je voor mijn hond het vind je eigenlijk niet best. Maar die mannen bij in Helmond, die zweren hier bij me zo bij. Die gaan niet op elkaar. Nee, want dan kan ik niet, dan haal ik niet. Ja, ik ben te trainen. Ik zeg, jongen, nee, dat trainen er nog niet in. Nee, joh. Als ik akker op ga, dan schiet er iets allemaal. Kijk ik het akker op? Het is geen gras. Ja, nou en? Ik zeg, dan moet je het ook doen. Dat doe ik al met een jonge hond. Dat is goed. Niks mis meer. Hè? Nee, dat moet altijd slagen. Dat moet altijd akkeren. En dan gaat Jos op examen en dan ziet hij ding. Ja, nou een ander hertje. Nou zie je wat de hond daar doet. Ja, dan moet je dan misschien toch op trainen. Je kunt gooien waar je pakt met de oefening. Dan doe je een goede dutje wel. Ja, toch? Dat is gewoon bekeken. Dan moet je gewoon alles. Weet jij wat je krijgt, Peter? Ik had net iets gevallen, maar net zo kort en gewoon net zo droog. Ja. Maar toen was hij weer aan gewend. Nu weet dat hij krijgt. Weten jullie wat hij heeft? Wat hij krijgt? Gaat hij één voor de borst? Ja. Zo. Ja. Zo heb ik ongeveer gezien. Hoeken erin. Ja, best. Ja.
Je leert onder aan het voeren en daar stop je ermee. En als je die deur kunt, dan worden we
Dus ja, die hond die had helemaal geen drijf meer op de ogen. Die kon ik ook niet meer motiveren. Dat eten weg. Ja, het eten was weg. Hij zei gewoon voer erop. Ja, voor de wedstrijd stond er mee. De eerste NK 98, de tweede NK 5, plus nog een keer 100 punten bij de tijdens de kruidenkamp. Ja, leuk. Denk jij, maar reageerde die op de dag dat je niks vond? Reageerde die dat? Nee, helemaal niet. Ja, dat was eigenlijk wel man. Het was wel gevarieerd. Ja, hetzelfde. Het is wel wat van overdag. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Dat is wel.